Ça se passe sous le pont, la famille ici. On est sous le pont de l'île Sud met de klaproos. Kijk, pas maar op dat hij je niet opslurpt. Wesh. Kijk, daar heb je het parc Vauban met de pigeon sur sa tête. C'est un vrai pigeon, wesh. Maar nu on va aller au Jardin des Géants, de reuzentuin, waar er zieke beelden staan, wesh. Dat is in feite François Mitterrand, mec. Tot 95 president geweest van la République de la France. Net voor Jacques Chirac, wesh, c'est quoi ces tours? We hebben cultuur gespot, la famille. Kijk, en deze kaart schetst eigenlijk dat er in Lille eigenlijk heel veel groen is. Je kan eigenlijk een groen padje volgen en dan ga je heel het centrum door. Tot aan Parc La Citadelle, ach. Wauw, metropolis. Lille métropole comme jamais. Wow, hey, wow. Ik ben echt onder de indruk van deze locatie, deze setting en deze muurschildering. Kijk vooral, ik voor iemand die van cultuur houdt, kijk. Is this America? India? La Sagrada Familia daar in hemzelf, putain vieux. Het beste van de wereld, cultureel gezien. Kijk, daar is zelf Harry Potter, man. Wesh. Saal. En kijk, daar is gewoon water. Zie, ik ga daar proberen stappen, man. Ik voel me in Hogwarts. Kijk zelf, hier het lijkt dat ik op een science fiction spaceship zit, à la famille. Kijk, daar is nog veel meer. Je zou denken de wereld van Star Wars. Het atomium is ook van de partij. Istanbul. Oh, putain. Een culturele god als ik kom hier klaar. Een mengeling van urban, van oude gebouwen en oude frescas. Frescas, die muur. Ja, je hebt een ticket nodig om de muurschilderingen van dicht te zien. Dus wij zijn Lachauwen. Dat is de Mont Saint-Michel, kijk. We zijn er nog in mei geweest. Mooi gerepresenteerd. Dat Colosseum, ook geweest dit jaar. We mochten niet klagen dit jaar. Enculé du métro, il sort comme jamais. Yo, big city life. Mogwats again, bite. Purele hartje, maar dan kijk hier. Het moderne gebouw. Volledig in hout vervaardigd. Ja, het is niet voor niets de stad van de kunst. Lille was niets voor niets in 2004 de culturele hoofdstad van Europa. Achter ons bevindt zich een speciaal kerkhof. Het heeft wel iets, maar om respect te tonen ga ik daar zeker niet gaan. GTA Vice City, ça tourne comme une vis dans la tête. Regardez-moi ça, this parking lot, bruv. It's like in America. Kijk naar deze spiraal. Turn around. Oui, c'est bon. Ik word er epileptisch van. Deze draaikolk. On est enfermé dans le tourbillon, mon frangin. Kijk, en dat ook. Lange rietstokken. Lange dennen. Dat zou je niet verwachten aan het station van Brussel of Antwerpen, man. Of zelfs van Brugge. Kijk, we zijn hier plots. Plots zijn we hier gewoon even in de jungle. In de savanna. Wesh. Ho, kijk. Er is gewoon een padje. Waarom praat je zo hoog? Pourquoi tu parles comme ça, comme une tafiole, mec? Mais bon, le parc il est hatar. C'est peut-être un bon moment pour sortir mon Louis V, mec. Ha! Oh, we zouden zeggen dat we in Teletubbieland zijn. Kijk daar, gewoon een parking waar gewoon iedereen kan gaan parkeren. Zo random, la famille. Het is toen geen tijd meer te verliezen. Nu gaan we recht naar le Jardin des Géants. C'est où, la famille? Regardez-moi bien ça. Jardin remarquable. Non, faut juste faire handek que nous on se fait pas repérer, remarquer par la caméra. Le troisième œil. Pour montrer qu'on est bien à Lille, que je vous couille pas. De reuzentuin. Wat kan ons opvallen? Daar zie ik een structuur. Een klein stoeltje, dus doet mij lachen, maar kijk. De grond, ja, is volledig gebarsten. Van de grote voeten van de reus. Een echte bijt. Een bijta. Wat zou dit zijn? De omgekeerde stoel? Ik snap het niet. Maar we gaan verder in deze reuzentuin. Wauw, kijk deze linialen. Hier zien we opening, de wachtzaal. Willekeurig. Daar is de middenste, heads down. En daar de rechter. Ik snap de logica er niet van in. Tweede paadje met berg en daar zijn toeristen die met jonko kunnen savoureren. Ondertussen staan we hier bij mooie bamboestokken. Kijk, en deze prachtige planten kom je ook niet tegen ons habitat. Ah, één eerste bewijs. Kijk, de stoel van de reus. Was de reus een tenniscoach of een ordinaire redder? Dat weten we niet, maar hij zat wel hoog en droog, la famille. Soms voor evenementen, kijk, kunnen ze die openmaken? Dan maak ze open, dan kan je zo springen. Kijk, tjak, 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 putafje. Ik zou uren spelplezier hebben. Rivier met voetbaadjes. Voetpaadjes. I don't know what it is, bruv. But it seems so nice. La Madeleine. La Madeleine, het is een cute naam, het is een lekkere koek. Maar ga daar zeker niet, want het is de Bendo, na Bendo.
et ma gâteau. On est au sud de la France, vous allez bien la famille, bien le sang. On est au sud de la France. Wesh. Vous kiffez le palmier, le sang. Vous kiffez, moi aussi, bien sûr, mais je vous ai... J'ai mitonné, mec. Oh, t'as vu les bouchons, Roubaix, Tourcoing. Je vous ai mitonné, mec. Il y a le fuego ici, dans le sang, mais pas dans l'atmosphère, frère. Ici, il y a les têtes, de hoofden, de uftjes, kijk. De uftjes. Ils sont tous al. Voilà, c'est trop bien fait, c'est trop bien fait. Sol! Un gros big up au mec qui taille ça toute l'année. Et wesh, on dirait qu'il est défoncé, lui. Faut tirer de mon pétard, de mon cross. Ok, encore une structure géante. Are you ready? Are you ready? Regardez-moi ça, c'est vraiment une dinguerie. Je vais d'abord vous montrer comme ça. Switch the cameras. Look at this. Bibel of Clement. Ouais, c'est bon, en ton endige. Voilà, maintenant il me reste juste encore à trouver une planque où je peux fumer mon calumet en paix. Malheureusement, c'est la GAV, frère. En direct de la GAV, je fume mon peros et on attend qu'on nous libère. Libérez le roux. This is gonna be the last one. Batterij is op. Telly wordt oud. Kijk, we hebben misschien een uur en half gesnapt. Ik heb nog maar 9%. Ik moet mijn lief terugvinden in een big ass winkelcentrum. Dus ik moet sowieso mijn verantwoordelijkheid opnemen en even de telefoon laten liggen. Misschien kan ik haar iPhone nog parasiteren. Zie je nog meer van mij vandaag. Maar voor mij, volgens mij gaat het vandaag dood zijn. A plus la famille, ons gekapt. Ciao. Wauw. Blijft de kunststad. En de oorlogsstad. Voor een keer geen coffeeshop. We staan hier in een theehuis. En daar is Fresh La Peufra. De winnaar van die programma op Netflix. Dat ik even de naam mee ontglipt.